Hallo, ik ben Mertkan en ik ga jullie vandaag een paar belangrijke dingen van het dagelijks leven uitleggen. Zoals u hier ziet, zijn allemaal hele belangrijke dingen die we in het dagelijks leven gebruiken, via de haven geïmporteerd. En zo komen wij aan deze mooie spullen. Bijvoorbeeld een Xbox 360, heel veel mensen spelen het. Asus dingen die je gebruikt om bij een tv te zappen. En allemaal mooie hardware die we altijd gebruiken. Zoals je kunt zien, zijn hier allemaal dingen geïmporteerd uit het buitenland. Dingen die we in het dagelijks leven benutten, zoals een pak taxi. Drinken heel veel kinderen. Koffie is ook heel lekker, iedereen lust dat. Schoenen. Wijn. En hier hebben we nog allemaal dvd-spelers. Papier voor kranten. Nog meer melk. Shampoo. Allemaal dingen die we in het dagelijks leven gebruiken. Weet je hoe goed je tv deze dag erin binnen? Maar even stoppen. Dit zijn een van de boten die dingen importeren in ons land. Zoals je kunt zien is hier een enquête gemaakt. Voorbeeld van de haven. En hier varen allemaal schepen doorheen met ladingen van goederen. Die we iedere dag in het dagelijks leven benutten. Zo ziet u maar hoe belangrijk de haven is voor Nederland voor het importeren van goederen die we in het dagelijks leven benutten.